de schrijversgroep 77 gisteren een lezing gehouden over de dag der inheemse en herdenking Javaanse immigratie, die beiden op 9 augustus worden gevierd. Vanuit het Amazone Conservation Team sprak Surito Jana Aluma over het inheemse grondenrechten vraagstuk, terwijl Elwin Admo Di Medio van het Bob Saridin Instituut zijn inzichten gaf over de Javanen in Suriname en hun ontwikkeling door de jaren heen. Aluma ziet graag dat de regering tegen 2020 het grondenrechten vraagstuk opgelost heeft. Hier in het Amazone regenwoud, in het zuiden van Suriname, en wij zijn een deelgebied van het heel grote Amazonegebied, zijn we nog met 1,3 miljoen verschillende inheemse volken. Dankzij deze inheemse volken kan de Republiek Suriname zich op zijn borst slaan dat hij het groenste land van de wereld is. Want het zijn deze mensen die de landen van de wereld met man en macht verdedigen tegen totale vernietiging door de indringers, multinationals, gelukszoekers en immigranten. In 1999 had de organisatie van inheemse in Suriname, de OIS, het verzoek ingediend om de 9 augustus tot een nationale vrije dag der inheemse volken in Suriname te doen instellen. Na zoveel gehaal en gedrek heeft de toenmalige president Venetiaan deze dag in 2006 via de DNA deze dag tot een nationale vrije dag doen erkennen. Dat is de Surito Jana Aluma. Admo Di Medio legde de nadruk op de economische activiteiten van Javanen. Hij wil dat de Javanen inzien dat ze veel economische potentie hebben. Allemaal, u en ik reizen allemaal. En ineens bent u ergens beland en u koopt een pakje chips, bananenchips. Mooi verpakt, hele mooie kleur, mooi bedrukt. U maakt het open. En zegt u mij eerlijk waar het naar smaakt. Het smaakt nergens naar. De chips die wij hier kopen bij Parma is lekkerder dan die chips. De enige fout die wij maken in Suriname, we zijn gauw tevreden met de grondstof en de grondproduct. Wat betekent dat die chips in een Chinese zak gaat, een doorzichtige zak? Chemisch gezien zet je het in de zon, of het in de supermarkt is of van de straat. De zon schijnt door die zak, komen chemische dingen vrij, het wordt helemaal ranzig. U en ik kopen een chips. Dat ergens bij een grote bakkerij staat, misschien aan de kerkkant. Ja? Een heel grote bakkerij, mooi verpakt in allerlei soorten verpakkingen. Goed verpakt, aluminium verpakking, hessert gedaan. Het enige wat die grote bakker doet, is die chipsproducten importeren uit Indonesië, bak in die zakken stop en met containers weer uitvoert naar het Caribisch gebied. En dat is dus Elwin Admo Di Medio van het Bob Saridin Instituut. Hij sprak tijdens een gisteravond gehouden lezing in verband met de Dag der Inheemsen en de herdenking van 128 jaar Javaanse immigratie. En wel op 9 augustus. Admo Di Medio gaf verder aan dat de producten die Javanen in Suriname maken en verkopen op grotere schaal kunnen worden geproduceerd en geëxporteerd.